En jongens, dit is de collectie. Jongensen, super nice dat jij kijkt naar deze nieuwe video. We staan hier bij de Aldi en ik heb een lijstje gereed. Dus we gaan nu even naar binnen. Nou jongens, wat ik tot nu toe allemaal heb is 3 keer de achters. 1 keer de Mystic Moments, de Dream Capture. En de Onslaught pijlen pakket. En we zijn nu aan het wachten op die meneer. Die is de Tristan aan het uitpakken. En dan zijn we hier klaar. Dan gaan we naar de Lidl. Tweede winkel, de Lidl. Verzameling compleet. Hier zie je de Black Ice. Heb ik net bemachtigd gekregen. Hellboy. Ik ga zo een video maken. Jongens, laatste winkel. Vuurwerk Toppers en Reuver. En jongens, dit is de collectie. En jongens, dit is de collectie. Gaan jullie even alle producten langs. We beginnen hier als allereerste met de Hellboy. De Hellboy is een leuke cake voor 4,44 euro uit mijn hoofd. En ik zou hem zeker aanraden als je in Duitsland nog komt. Hieronder zie je de Mystic Moments. Dat is een mooie cake met een mooi paars effect. 45 shots zie je al. Nou, hier een... Zie je de Double Flash? Dat zijn de Thunder Kings, maar dan met een boeketje eraan. Ja, ik vind ze zelf echt mooi. Anders had ik ze niet gekocht natuurlijk. Dan hebben we hier nog de Star Rockets. Dat zijn kleine pijltjes voor 3 euro, 4 euro. Ik had 1 ratelend, heb ik jullie toen net niet laten zien in het andere deel van de video. Maar ja, ik heb 2 pakjes gehaald. En we hebben nog meer kat 1. We hebben namelijk deze knetterkegels hebben we hier. Heb ik hier de Vegas Volcano's. Geen flauw idee wat dat zijn. Maar volgens mij zijn ze leuk. Gaan we in de kat 1 blijven. Gaan we wel even naar boven. We hebben hier 3 pakjes voor elke 10 cent. Hebben we trektouwtjes. Ik weet niet hoeveel. Die zijn echt goed. Ik heb het net een paar al laten knallen. En die zijn voor de prijs 10 cent. Zijn die echt prachtig. We hebben hier ook nog grondbloemen. Hebben we 25 stuks per pak. Pakketje. Om nog even in de kat 1 te blijven. Maar we hebben de Star Fountain hier. Maar dat was al het kat 1. Dus we gaan over naar kat 2. We beginnen hier met de alligator. 2 keer. Ik vind hem echt mooi. Daarom heb ik hem ook 2 keer meegepakt. Dan heb je hier de Discovery. Daar heb ik er 5 van. En dan heb ik ook de Elysium 1 keer in meegepakt. Iedereen kent de Arthus. Dit is de Arthus 3 keer meegepakt. Zijn 4 euro. Dan hebben we hier de Tristan. Uit mijn hoofd is die 5 euro. Ik weet niet meer zo goed in wat die doet. Dan hebben we hier de Oasis 2 keer. De wisselblok. Het is volgens mij een klein fluitcakeje met een paar boeketten erbij. Hij is wel mooi. Volgens mij kost hij 3 euro uit mijn hoofd. Klein cakeje van The Good Vibes. De laser. Hij doet dus 70 seconden. Dan heb je nog 3 van die vuurwerkmatjes. Die kleine 90 shockmatjes. Voor een eurotje krijg je die is gewoon prima. Dan hebben we hier 500 megabombs. 100 stuks zitten in 1 pakje. Die pakjes kosten 50 cent. Hartstikke goedkoop. En omdat het waarschijnlijk het laatste jaar wordt van de Thunder Kings, heb ik 3 pakjes van 50 Thunder Kings meegenomen. Hebben we hier de Thunder Shocks. De grotere van Mad Dog. En die zijn iets beter dan die. En ik heb 1 keer de Screaming Thunder Shock. En dat is dezelfde, maar dan met een scream. Dus een fluit. De Double Flash kreeg ik gratis bij mijn bestelling. En nu gaan we over naar de grotere cakes die ik heb gekocht. Van de Thunder Shocks gaan we over naar de pijlen die we hebben. Ik heb 1 pijlenpakket met 18 euro kost die. En het zijn 18 pijlen. Dus per pijl 1 euro. En nu gaan we over naar de grote cakes. De
Painted Sky. Er komen heel veel kleuren vanaf. 50 shots. Bijna 500 gram. Dan komen we hier aan bij mijn cake die ik precies om 12 uur ga aansteken. Genaamd de Dreamcatcher. Ik heb hem gekocht bij de Aldi. En niemand kende die cake, maar hij is echt goed voor hem. De prijzen duurt 2 minuten met een lekker tempootje. Dus 2 minuten echt goed tempo. En dan heb je hier het beste wat ik heb gekocht. De Black Eyes, jongens. Misschien oplettende kijkers hebben die al gezien. Ook mijn favoriete cake in Duitsland. Hij is zo ontzettend mooi. Voor de prijs 18 euro. En dit is dus uiteindelijk de collectie. Ik heb al 1. Dus mensen, bedankt voor het kijken van deze video. En morgen weer een nieuwe video. Mensen, laat een like achter. Moet deze voor jullie doen, mensen. Tjalas!